Voordat we het folie gaan aanbrengen, gaan we eerst even bepalen waar het dakdoorvoer komt. Deze zal voorzien van een mooie manchet die er precies overheen valt en die we straks mooi vast kunnen kitten. Ik teken hem hier even af. We kunnen deze op twee manieren inzagen, door middel van een gatenzaag van 80 mm of zoals ik hier ga doen met een decoupeerzaag. Nou, zoals je ziet is de doorvoer mooi ingezaagd. Ik haal hem er nu alleen nog even uit. We brengen zo eerst het folie aan, dan snij ik dat er nog even uit. En dan brengen we de doorvoer van bovenaf aan. De folie zit rondom gelijmd. We kunnen nu de doorvoer gaan maken. Die had ik hier net al even in het hout geboord. Dan kan ik hem hier voorzichtig met een hobbymes gaan uitsnijden. En dan kan ik deze er zo aan plaatsen en dan kan ik hem vastkitten.